Als jullie klaar zijn met lezen, strips lezen, dan kunnen we beginnen. Ja, oké, dan ben ik klaar. Wat is deze? Ja, mag jij nog niet? Ja. Oeh, hij kraakt. Moet een beetje olie. Ik zit wel te denken van, oké, wat dan nog? Want ik zou eigenlijk nog heel erg leuk vinden om nog zo'n klapper te maken eigenlijk als met die graphic novel gids. Je hebt je gewoon omgekleed voordat je hier in de studio ging zitten, omdat er een soort stripmaker des vaderlands uniform is. Ja, dat helpt mij om in functie te zijn en uit functie. Je gaat me er nu uitschoppen. Nou, we hebben toen gezegd, we gaan het uitproberen tot aan de zomer. Oh god. Dat is nu. Dus moet ik zeggen of die mag blijven? Welkom bij de podcast van Stripjournaal. De enige podcast die de strip van alle kanten belicht. Ja, ja, ik heb er maar eens even een tekstje bij bedacht. De gast vandaag, de enige echte strip... De enige echte stripmaker des vaderlands, Margreet de Heer. Joehoe! En haar man Jiri is ook meegekomen. Margreet zit nu precies op de helft van haar ambtstermijn van 3 jaar als stripmaker des vaderlands. Wat waren de hoogtepunten en de dieptepunten tot nu toe? En nog belangrijker, hoe ziet zij de toekomst van de strip? Daar gaan we het allemaal over hebben. Uiteraard maak ik ook de winnaar bekend van de actie van de vorige podcast. Wie wint dat mooie boek 100 pagina's dik van Dick Matena? En we gaan nog een paar mooie reacties van luisteraars doornemen. Ik ben Robin Vink van stripjournaal.com, maar ik doe dit natuurlijk niet alleen. Naast mij staat de enige echte bladermaker des vaderlands. Oh, wat van aardig. De kade van de Stripblossie. Ja, jawel. Mooie titel. Ik heb je geüpgrade. Klasse, we hebben tijd. Wat is jouw nieuws, Seb? Mijn nieuws is dat wij halverwege de podcast een inzetje gaan doen. Dan gaan we iemand bellen waarvan ik werd getriggerd. Of ik werd door hem getriggerd in de Bruna. Want ik liep daar met mijn zoontje van 5 en die zei... Pa, kijk, er kijk- en leesstripje in een displaytje. Kunnen we die kopen? Ja. En dat is een hele leuke strip van Gerber Valkema en Michiel van der Vijver. En ik heb aan jou gevraagd, zullen we Michiel van der Vijver even bellen? Want die zit ook in het hele educatieve. Dat vond ik prachtig mooi passen binnen de doelstellingen van de stripmakers des vaderlands. Was dat een boekje Kik? Joep. Ja, Kik is van Gerber Valkema. Oh ja. Kik is van Gerber Valkema, Joep is van Michiel van der Vijver. Nou ja, wat jij zei, dat triggerde mij wel weer. Dat vond ik wel mooi. Je krijgt het niet zomaar voor elkaar om even in elke Bruna te liggen met zo'n stripboek. En zo precies pats recht in de zomer. Terwijl al die kinderen lekker vakantie aan het vieren zijn. En die ouders misschien denken van ja, maar ze moeten wel een beetje lezen om op niveau te blijven. Ook voor een heel mooi prijsje, €3,99. En wat ik al zei, in het display. Op de hoogte van kinderen. Heel goed. Dus ik vond het heel erg mooi. Maar ik vind het ook heel erg mooi normaal. Omdat het voor een jonge doelgroep is. Ze hebben verschillende AVI-niveaus. Ze werken op drie niveaus. Ze geven ook, als ze het uitgeven, geven ze gelijk 3 boekjes tegelijkertijd uit. Dus volgende week verschijnen er volgens mij 3 nieuwe boekjes van Joep. En 3 verschillende leeftijdscategorieën. Ja, precies. Voor die kinderen inderdaad. Maar de handvraag is nu natuurlijk, heb jij er een gekocht voor jouw zoontje? Wij gaan altijd trouw naar de Biep, want ik moet alles steunen. Ik moet zowel de boekhandel steunen, maar ook de Biep. En zonder mijn vervente leengedrag zou de Biep geen bestaansrecht meer hebben. Maar wacht even, dus je hebt daar je zoontje van 5, dan loop je mee in de Bruna, die zegt, papa, kijk daar, leuk een strip. Juist. En hij krijgt hem niet. En dan zegt mijn zoontje al van, oh pap, die gaan we zeker lenen in de Biep. Juist. En hadden ze hem al in de Biep? Nee. Dan moet je hem kopen en dan geef je hem daar niet door aan de Biep. Ja, precies. Dan zou ik ze allebei steunen. Ja. Heb je gelijk in. Ja. Nou, gelukkig is mijn zoontje, die is heel bij de hand, maar zo bij de hand gelukkig nog net niet. Nee, hij moet nog een beetje iets bij de hand van zijn vader krijgen. En dan gaat hij gewoon overrulen straks, hoor. Dat gebeurt er nu regelmatig. Oké. Mijn nieuws van deze podcast is eigenlijk een beetje treurig nieuws. Want dit is, moet ik zeggen, voorlopig de laatste podcast. Want we gaan er even tussenuit in de zomer. Ik doe een zomerstopje. Ja, eind augustus, begin september zijn we gewoon weer terug. Uiteraard. Ik ga even lekker op vakantie en andere dingen doen. En dan pakken we hem daarna gewoon weer op. Ik dacht wel, als je zit te luisteren, wie wil je na de zomer eigenlijk horen in de Stripjournaal podcast? Of waar moeten we het over hebben? Ben ik wel benieuwd naar wat de luisteraars daarvan vinden. info@stripjournaal.com kun je me even mailen. Als je suggesties, ideeën hebt voor de volgende podcast, hoor ik ze graag.
gaan treuren dat de volgende aflevering alweer anderhalve maand op zich laat wachten, gaan we eerst nog even praten met Margrethe Heer, stripmaker des Vaderlands. Ik zeg er even bij, altijd als disclaimer, ik ben bestuurslid van de stichting waar de stripmaker des Vaderlands onder valt. Het is wel een heel, heel goed kritisch interview dit. Ja, en Sepp is mijn nieuwe uitgever sinds een aantal maanden. Dus ik verwacht geen kritische vragen aan jullie. Margrethe, je hebt een microfoon en ik zou zeggen brandlos. Nee, hoe... Floor is yours. Je zit nu op de helft. Je bent anderhalf jaar bezig. Dus je termijn duurt 3 jaar. Hoe is het om stripmaker des Vaderlands te zijn tot nu toe? Het is heel erg leuk om stripmaker des Vaderlands te zijn. Ik geniet daar heel erg van. En het geeft me allemaal nieuwe impulsen en kansen. En ik heb het gevoel alsof ik een beetje een spin in het web ben vaak. Dat ik dingen kan verbinden. En ik heb voor mijn gevoel erg veel succes gehad met die graphic novel gids. Dat werkt nog steeds door onder docenten Nederlands. En af en toe is het gewoon, maak ik mezelf toch eigenlijk wel iets te druk ook. Ja. Dat is de schaduwkant ervan. Want mijn man en ik, Jerry, zijn een maand geleden naar Canada geweest. Naar een grote stripper TCAF. En toen we daarvan terugkwamen, toen merkten we wel van, wow, oké. Nu zijn we een beetje moe. Een beetje heel erg moe. Dus we hebben even flink aan de rem getrokken. Op het moment dat je het zegt, klink je nog steeds moe. Ja, ik ben ook nog steeds wel moe eigenlijk. Maar het begint wat beter te gaan. Maar er waren wat gezondheidsdingen waar we ons zorgen over maakten. Toen Jiri heeft 8 jaar geleden een hartinfarct gehad. En met het vliegen en de reis, toen kwamen er opeens weer allerlei klachten van vermoeidheid en tintelende vingers. Dat je denkt van, oh shit, is dat het hart weer? Dus we waren even echt heel erg benauwd en stresserig. En nu inmiddels gerustgesteld van dat was gewoon reisstress. En dat was niet het hart. Okay. We kunnen door voor de volgende anderhalf jaar. Maar je zat niet heel gerust in Canada dan, stel ik me zo voor. Ja, gemengd. Ja, toen we er eenmaal waren was het hartstikke leuk. Maar het vliegen erheen was verschrikkelijk. Jiri? Jiri is ook aanwezig. Het is in feite zo. Ik stap heel gauw over dat soort dingen weer heen ook. Want ik vind dat... Als je alleen maar gaat focussen op dingen die eventueel lichamelijk in de weg zitten, dan maak je jezelf gewoon gehandicapt. Ja, ja. En als hartpatiënt ben je in feite ook helemaal geen patiënt. Want je staat, je hebt de beste medische zorg hier die je kan wensen. En zo'n hart dat wordt in de gaten gehouden. En in feite is het gewoon beter dan het voor een infarct was. Ja, je staat onder permanent toezicht, zeg maar. Wat eigenlijk weer geruststellend is. Precies. Ja. Maar heb je er ook een knop bij je waar je op kan drukken? Nee, want als het goed is, hoef ik nergens op te drukken. Want als het goed is, doet het hart het gewoon verder. Ja, het zit stent in en zo. Maar goed, de grote aanjager van hartproblemen is stress. Mm-hmm. En sinds een aantal jaar, een paar jaar geleden, toen zaten we in een vliegtuig in een storm. En toen zijn we zo hard door elkaar gerammeld dat we sindsdien eigenlijk enigszins vliegangst hebben ontwikkeld. En dat kwam nou ook weer boven. Oh ja, ergens boven Groenland. En dus dat was echt in het vliegtuig. Alle stewardessen erbij. En een dokter uit het vliegtuig erbij. Bloeddruk gemeten. Nou, als je dan het toverwoord zegt van, oh, mijn man is ook hartpatiënt. Nou, dan moet je kijken hoe iedereen opeens alert is. Ja. Maar goed, dat was alleen maar hyperventilatie. Maar goed, het is altijd toch wel even van, we hebben het weer overleefd. En jullie doen altijd heel veel samen. Want het is nou de derde keer volgens mij dat je in deze podcast bent. We hebben 2 keer een eindejaars podcast gemaakt. Jaaroverzicht. En toen was Jiri er ook bij. Ook heel vaak als je op beurzen bent en je zit daar als schipmaker des Vaderlands, is Jiri erbij. Jullie zijn echt altijd samen. Ja, het is super. We zijn een beetje aan elkaar gegroeid. Kunnen jullie zonder elkaar? Ja, nou niet lang. Niet lang, nee. En wat is het langste dat jullie uit elkaar zijn geweest? Oei. Helemaal in het begin. Dat zou in het begin geweest moeten zijn van dat we elkaar kenden. 12 dagen op vakantie met mijn moeder. Toen kenden we elkaar net 3 maanden. Toen zijn we daarna maar meteen gaan samenwonen. Ja, sindsdien is het nooit langer dan een dag of 2, 3 geweest. Dat we Ja, want wat gebeurt er als je te lang uit elkaar zit? Ja, niet veel. Maar ik bedoel, het gebeurt gewoon niet. Ik weet niet, het is... Het,
is gewoon ook een bijkomstigheid van het thuiswerken. En goed samen in één ruimte kunnen zijn. Als we verschillende dingen te doen hebben. Ja, wat dat betreft mis je meteen een klankbord. En juist omdat we zo goed elkaar begrijpen. Als het gaat om ja, hoe je kijkt naar strips. Hoe je strips maakt. En in feite heb ik aan een half woord van Margreet genoeg. Zonder dat ik ook maar hoef echt veel op papier hoef te zien. Om te begrijpen van dit bedoelt Margreet. En dan kan ik al zeggen van ja, zou je dat nou al zo doen? En dan zegt Margreet ja. En dan zegt ze even later van ik doe het toch maar zo. Zoals jij het. Maar omgekeerd ook. Want jij bent tenminste op je website staat dat je bent dichter. Je bent schrijver, je bent tekenaar, je bent schilder. Je kleurt ook de strips van Margreet in, toch? Dat klopt, ja. Ja. Dus jullie zijn ook een team. Ja. En wat doe je nog meer? Knopen leggen? Stond ook op je website? Poppetjes, miniatuurpoppetjes maken? Ja, van klei? Van stripfiguren. Van stripfiguren? Ja, gewoon van onze eigen figuurtjes staan. Vitrines vol met miniatuurtjes. Maar is de stripmaker des Vaderlands nu een soort duobaan? Ja, eigenlijk stiekem wel, hè? Ja maar dat is ook alleen maar omdat je geen Margreet de Heer krijgt zonder dat je mij erbij hebt. Ja. Toen in dat filmpje, dat wervende filmpje wat ik 2 jaar geleden maakte voor de campagne. Jou al laten zeggen van, word ik dan first lady? Ja, maar dat deed je in de strip, dat deed je niet. In de strip. Ik zie jouw liefde in bel liggen, jouw boek Margreet. Ja, daar staat Jiri ook en Jiri is ook in je strips vaak je klankbord. Ja omdat het een autobiografische strip is, hè? Ja. We hebben het gewoon ook natuurlijk met dat hele stripmaker des Vaderlands gebeuren. Want die campagne alleen al was behoorlijk lang en stressvol. Mm-hmm. En dat is iets van, gaan we dit samen aan? Ik bedoel, qua hart en qua migraine en weet ik veel wat. Willen we die stress ook in huis hebben? Die migraine is van jou? Of? Nee, Jiri is van de... Jiri is van de ongemakken. Ik ben de ziekzwakke misselijk. Ja. Maar... Ja, dat zijn dingen inderdaad om af te wegen. Want ik heb heel sterk altijd iets van... wanneer ik zie dat iets een goed initiatief is... en ik kan daar op wat voor wijze dan ook met mijn talenten aan bijdragen. Als ik zo'n commitment maak, dan heb ik ook de houding van... het maakt niet uit hoeveel het kost, fysiek. Dit is belangrijker, dat dit gewoon goed gedaan wordt... Mm-hmm. En dan is het voor mij vanaf het moment dat ik die keus maak... Dan is die keus gemaakt. En dan is er geen vraag meer van... kan ik dit nog wel aan? Dat, ja. Vanaf dat punt heb ik van, we gaan ervoor. En dat ik het belangrijker vind dat het op de rails blijft. En, dan is het dus wel linkersoep. Want we hebben hebben een pagina van jou al mogen krijgen als een preview, Margreet. Waarin jij de laatste... de meest recente 3 maanden dus verbeeld in een strip. En dan zie je bij de 1, 2, 3, de vierde strook als het ware... zie je ook weer thuis crash. En dan zie ik jou behoorlijk gecrashed met achter je nog een vliegtuig die ook gaat crashen. Nou ja, dat is het vliegtuig waarmee je komt crashen. Ja, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Maar dat geeft wel aan dat jij emotioneel was je inderdaad er doorheen... waar ook Robin over aan refereerde. Maar dat geldt voor jou dan ook, Jiri. Want als ik jou zo hoor, dan zeg je van... ja, weet je, ik committeer me eraan, dus ik ga er dan 100% voor, ongeacht de consequenties lichamelijk. Het is wel een tricky one. Ja, maar daardoor heeft Margreet dan ook van mijn kant weer stress erbij op het moment dat het echt fout dreigt te gaan. En ik heb de stress van dat ik Margreet op zo'n moment meesleep in mijn perikelen. Speelt dat mee in die want dit heb je al eerder gehad, die crash die je daarom schrijft. Ja, die was er op bladzijde 1 van de eerste tijd. Ik kan het zeggen, die was drie maanden al. Maar wel, je hebt het wel opnieuw getekend. Je hebt wel opnieuw getekend. Want je hebt een nieuwe haar en je hebt een nieuwe outfit. Ja. Oh, die outfit moeten we zo meteen ook nog even over hebben. Is speciaal maar, omgekleed. Voor de foto. Maar... Het lijkt mij dat je moeite hebt om te doseren. Dat je gaat er vol voor en je gaat en dan ineens bam, komt die klap en dan ben je ineens weer een heel stuk terug. Nou, ik kijk vooruit en dan denk ik van ik zet hier op. Waar de afgelopen maanden
allemaal omdraaide, was de dag van de literatuur. 28 maart in de Doelen was dat. En daar kwamen allemaal, er kwamen 5000 leerlingen en 300 docenten Nederlands. En die wilde ik pakken, die docenten dan. Van, met de graphic novel gids en met een goodie bag vol met graphic novels. Zodat ze in de klas ook echt aan de slag gaan daarmee. En daar waren we maanden al mee bezig. Het gevolg en het punt waar naartoe gewerkt kon al vanaf redelijk aan het begin van Stipmaker des Vaderlands. Ja, dat die gids verscheen. Echt een soort hoogtepunt van alles kwam bij elkaar. En ik wist allerlei uitgeverijen te verbinden. En het was echt een hele fijne leuke stress was dat. Want het was geen stress, dat was gewoon druk. Leuk druk. Ja. Ja. En toen dacht ik, daarna dan kom ik tot rust en dan gaan we lekker naar Canada. Maar dat ging niet zo. Dat was gewoon de stress voor Canada zorgde ervoor dat we niet echt tot rust konden komen van de dag van de literatuur. Dus het gaat hobbelig. Dus dat heb ik verkeerd ingeschat. Maar nu denk ik van, nou ja, het is zomer. Nu kunnen we echt even niks doen. Ja, niks. Let wel dat crashen, dat is ook ingecalculeerd. Hè? Ja. Wat dat betreft ben ik... De tekening was al gemaakt. Afremd. Gewoon ook vanuit... Jij ziet het al aankomen. Ik zie het aankomen en weet van... Dit is iets dat vergt even wat van je. En dan denk ik van het is helemaal niet erg om halverwege even een moment van bezinning te hebben. En het lichaam toe te staan van even fysiek helemaal die crash te krijgen. Dat maakt het alleen maar... maakt de periode die daarop volgt kan dan tenminste gewoon goed ingezet worden. Ja, maar eigenlijk zitten we daar dus nog in van even tot rust komen. En ik moet inderdaad toegeven dat het me wat lastiger afgaat dan ik had gedacht. It takes time om echt gewoon die rust in het hoofd en het lichaam weer helemaal te voelen. Hoe lang denk je? Nou, eind augustus, eind augustus dan is het weer goed. Want, dan begint het seizoen weer, hè? Dan staan er alweer nieuwe dingen op stapel. Ja, dat is natuurlijk stapel? Ook het punt. Hè? Als er niks op de agenda staat wat direct aangepakt kan. En als het een periode is van langer dan een paar dagen. Dan krijg je automatisch al het effect van de workaholic die door wil om maar niet te crashen. Ja, maar ik kan ook niet, dan, ik kan niet goed tegen echte rust. Tegen echt niks kan ik niet. Want ik heb de laatste weken gewoon ook, om weer wat rustiger te worden, nog even een paar boekjes in elkaar gezet met strips van kinderen die waar ik een workshop voor had gedaan in februari. En dat ontspant mij dan eigenlijk heel erg. Ja, dat is wat hier ligt, hè? Ja, dat is een mooi, dik boek. Ja, ik was in Frankfurt, de International School, mocht ik 80 leerlingen tussen de leeftijd van 8 en 13 jaar of zo in 3 uren workshop laten doen. En dat is dan, dat hebben ze nog verder uitgewerkt toen ik alweer naar huis was. En dat is opgestuurd geworden. En toen las ik al die strips en dacht ik, oh wat leuk! Wat jammer dat niet alles even goed leesbaar is. Weet je wat? Ik ga het even opnieuw letteren met mijn lettertje. Want dan is het gewoon toegankelijker. En ach, als ik dan toch bezig ben, dan kan ik er ook wel even een soort steunkleurtje in gooien. Nou ja, het resultaat is nu een soort album van meer dan 100 pagina's. Ja, compleet vol kleur. En is het ergens te krijgen dan? Of is het gewoon voor die klas gemaakt? Ja, ik heb er 5 van laten drukken. En 2 daarvan gaan naar die school. En eentje gaat bij mij op de plank. En ik denk dat ik eentje aan Frits Jonker geef, want die vindt dat soort dingen ook al. Die snapt ook wat daar Frits zo Jonker leuk is de letteraar is. In de industriewereld. Ja, ja, maar die houdt ook van allerlei obscure dingetjes en zo. En ik heb wel eens een heel gesprek met hem gehad. Maar wacht even, Margreet. Het is toch een enorm werk, dit? Wat haal je jezelf op de hals? Ja, maar zoals ik al zei. Dit geeft je rust. Het was ook dan lekker omdat dit dan ook even niks te maken had met Stripmaker des Vaderlands zijn. En. Er zat geen deadline op, misschien of zo? Er zat geen deadline? Nou, nee, niet echt. Ja, zo. Nee, ik ben wel bezig met een boekje maken zonder dat er echt nagedacht hoeft. Ja. Het is wel heel leuk, al die kindertekeningetjes. En dan staat dan elke keer zie ik jouw eigen hoofdje daar helemaal onderaan staan. En dan geef je een beetje commentaar erop van hoe leuk het is of wat goed gedaan is. Ja, ik krijg er heel veel energie van. Want in kinderstrips kun je zo goed de
ja, de pure kern van wat er leuk is aan stripmaken zien. Dus dat heb ik door dit samen te stellen, werd ik daar weer erg met mijn neus op gedrukt. Dacht van, oh ja, daar gaat het om met strips. Wat vond jij zelf het hoogtepunt tot nu toe van de stripmaker des Vaderlands, los van de graphic novel gids? Want dat is denk ik wel jouw handelsmerk nu. Maar los daarvan, wat vond je het hoogtepunt uit de afgelopen anderhalf jaar? Ja, de dag van de literatuur, maar die hangt eigenlijk aan de graphic novel gids, neem ik aan. Ja, ja, die hebben we al genoemd. Laten we dat wat anders noemen. Ik vond het interview met Ger Apeldoorn voor de Eppo, vond ik echt heel, heel leuk om te doen en bijzonder goed geslaagd. En ook zoiets van, wauw, ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens in de Eppo zou staan. Nou, je maakt ook interviews in schriftvorm. Dat vind ik een hele leuke vorm. Ja, en dat slaat ook aan, merk ik. Want ik heb nou Erik Heuvel ook net gedaan voor de stripglossie. Ja, die waren er ook heel erg blij mee. Ger Apeldoorn was inderdaad ook erg gecharmeerd van jouw strip. Dat is natuurlijk ook leuk. Je krijgt dankbare feedback erop, hè? Ja, en dat is ook iets dat ik denk van, eigenlijk deed ik al zoiets, non-fictie strips maken. En ik heb het gevoel met die stripinterviews van, nou ja, dat doe ik er dan ook nog even bij als stripmaker des Vaderlands. Terwijl ik misschien veel meer in mijn hoofd moet hebben van, nee, dat is wat de stripmaker des Vaderlands doet. Dat is eigenlijk gewoon taak nummer één. Ja? Dat soort strips maken, denk ik. Ja. Want daarmee promoot je ook weer de strip natuurlijk. Met Erik Heuvel dan laat praten via die strip. En Ger Apeldoorn. Ja, dat zijn ook mensen in de stripwereld. Typex, ja. Typex. Peter van Dongen heb je natuurlijk zijn stripschapsprijs gestript. Ja, dat begon met van dat ik dat ga doen met de stripschapprijs. Winnaar sowieso. Ja. En toen kwam Ger om een of andere reden. Ik weet niet meer hoe dat gelopen is, maar dat pakt heel leuk uit. Hij zou nog altijd iets met hem doen. Ook, zoiets was het, Nou, kan die tenminste ook weer doorstrepen. Ja. En het is wel lekker makkelijk, Ger, want dan kun je die spraakwaterval van Ger gewoon in editen. Dan maak je gewoon twee pagina's strip van. Dat is wel gewoon heel fijn. Nou, het werden er ook vier, toch? Wel even zien. Vier. Laat wel even zien wat zo iemand toch eigenlijk allemaal blijkt. Die 40 jaar. Ja, terwijl die natuurlijk voor een groot deel onzichtbaar is voor het grote publiek. Ja, ja. Ja, en nee, dat is echt gewoon het stripmaken als stripmaker des Vaderlands. Ook die tijdlijnen vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja. En ja, ik zit nu ook al verder te denken de afgelopen maanden van waar gaan we heen met stripmaker des Vaderlands? Niet alleen wat ik nog ga doen de komende anderhalf jaar, maar wat ligt er voor de volgende? Hoe omschrijf je de functie van de stripmaker des Vaderlands? Nadat Margrethe Heer... Doe eens een poging. Stripmakers in het zonnetje zetten, middels strips. Mm-hmm. Dus de stripschapprijswinnaar en wat zich verder aandient. Columns hebben in stripbladen. Glossy, Eppo. Ja. En een eigen speerpunt zoals stripnieuws. Stripnieuws, ja, vergat ik nog. Een eigen speerpunt zoals ik het dat onderwijs een heb. Meerder. En dan, sorry Meerder. Ja, en wat ik heel erg heb gedaan tot nu toe, en dat wist ik ook van tevoren, ik ga me dat zo eigen maken. Ik was zo klaar voor iets als dit, een functie, een baan of met wat meer exposure en wat meer netwerken bij elkaar schrapen en zo. Ik denk van de volgende moet dat ook wel een beetje sociaal zijn. Ja. Dat is wel handig. En denk je nu van ik heb nog lekker anderhalf jaar, kan ik een hoop doen? Of denk je, oh help, nog maar anderhalf jaar en is het alweer voorbij? Ja, dat gaat een beetje heen en weer. Maar ik denk anderhalf jaar is ruim zat. Maar ik zit wel te denken van oké, wat dan nog? Want ik zou eigenlijk nog heel erg leuk vinden om nog zo'n klapper te maken eigenlijk als met die graphic novel gids. Hoewel iedereen tegen me zegt het terecht van joh, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Want dit is al meer dan wat verwacht had kunnen worden überhaupt. Dus maar ik heb toch zoiets van als we het nog iets groter uit kunnen pakken met nog meer stripmakers. En dan, want ik heb nou die graphic novels gepakt en af en toe hoor je wat een kritisch stemmetje dat zegt van ja, maar oké, dat zijn dan weer die graphic novels die in het zonnetje gezet worden. En hoe zit het met alle andere strips, de krantenstrips en de avonturenstrips? En, ja, en, dat is ook iets van wat jij doet, dat kan gewoon voortgaan. Die richting is ingezet en de mogelijkheden die zich hebben voorgedaan, waardoor die gids ook zo'n succes is nu in het onderwijs. Dat zorgt ervoor. Je kan nog steeds dat soort dingen blijven doen.
Ja, ook als je geen strip maakt, dat is verder als bedoel je. En dat is puur dat is omdat het speerpunt van deze stripmaker des Vaderlands ook het inzetten op educatie is. Ja. Ja. En een volgende stripmaker die des Vaderlands kan natuurlijk net zo goed een heel ander speerpunt kiezen. Ja. Maar je bent, nou ja, je hebt wel nog maar anderhalf jaar dat stempel Schipmaker des Vaderlands erbij staan natuurlijk. Dus dat ja. kan nou, me voorstellen er, dat je denkt, daar wil ik nog wel mee. Zijn er bepaalde deuren geopend door de titel Stripmakers des Vaderlands? Ja, omdat ik toch ook in dat onderwijs ben gaan zoeken, merk ik dat ze daar heel me heel erg welkom hebben geheten. Van, nou ja, die titel legt dan toch wat gewicht in de schaal. Want ik heb ook vanuit, hoe heet het ook alweer, Wikiwijs, Kennisnet, heb ik de URL stripsinhetonderwijs.nl gekregen. En daar staan alle lesmaterialen die ik verzameld heb. En die blijven daar ook staan als de site naar overgaat naar de volgende stripmaker des Vaderlands. En daar waren ze echt zo van, nou wat leuk. En altijd welkom, het materiaal. En dat gaan we mooi vormgeven. Dus dat merk ik. En natuurlijk ja, sowieso dat ik opeens in bladen mag. Waarvan ik dacht van... En dat ik een nieuwe uitgever gevonden heb. Ik denk dat het toch ook wel iets komt. Doordat ik opeens iets vizier door, kom. Dat je maar ja, alleen maar daardoor. Hou wel lekker incestueus hier, jongens. Ga lekker even door. Ja, we hebben nog een duit in het zakje doen, Robin. Ik wil wel even een duit in het zakje doen. Want we hebben nu allemaal over leuke dingen. Wat vind je het dieptepunt van die anderhalf jaar? Daar ben ik dan toch ook wel even benieuwd naar. Ja, los van die twee keer dat je grijs bent. Je hebt wel een grijs haar. Ja. Waar heb je die aan te danken? Ja. Dat is gewoon uitgroeien. Ja. Of het is gekleurd. Kan dat ook. Ja, ik heb het grijs gekleurd. Ja. Nee, ik moet weer rood bijkleuren. Maar ik heb nu 3 kleuren haar. Voor op de oplettende luisteraar. Ik heb 3 kleuren haar. Grijs, een soort van peper en rood. Ja. Dieptepunt. Ik geloof... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet echt een dieptepunt ervan. Ja, misschien nu. Met jullie hier. Ja, verschrikkelijk. Nee, ik bedoel gewoon dat ik er zo moe van ben. En dat ik inderdaad... Het voelt wat hobbelig nu. Ik heb echt genoten van die scherpte en de focus van de afgelopen... 3/4 jaar en de werken aan die gids. Nou ja, wat dus ik net allemaal benoemd heb. Spreekwoordelijke steek in je zij, dat je nu even door moet rennen. En op een gegeven moment is die steek weer weg. Ik moet gewoon, ik heb het gevoel van ik moet nu wachten tot zich weer tot het duidelijk wordt wat het volgende... En dan kijk ik jou aan, Seb, want jij en ik hebben al verschillende plannetjes besproken. En ik hoop heel erg dat zich iets dan van gaan aandienen. Ja, daar zijn plannen voor. Ja, dus dat moeten we niet hardop zeggen, want als het dan niet doorgaat... Dat is, er zijn mensen van wie ik altijd hoor, we zijn dit van plan en we zijn dat van plan. Klopt, daar willen wij niet bij horen, want er wordt heel vaak niet... Er wordt heel veel dingen niet gerealiseerd. Maar we hebben inderdaad wel een heel mooi groot plan. Als dat uitkomt, dan zijn zowel Margreet als ik, maar ik denk de complete stripwereld heel erg blij. Ja. Margreet wil een tipje van de sluier oplichten. Nou, ik wil eventjes gewoon dieptepunt even goed aanstippen. Ik denk dat voor het eerst in mijn leven is dat ik zo vaak achter elkaar in de afgelopen maanden heb moeten... ideeën die ik al had ingezet en die ik ook al heb genoemd in interviews, opeens weer heb moeten herroepen. Ik wilde namelijk ook heel graag een educatieve gids maken met strips over educatieve strips voor het onderwijs, gewoon op een rijtje. En daar ben ik op teruggekomen na gesprek met Renske Valk, hoofdredactrice van een docentenblad. En die zei van ja, dat is te diffuus of dat is te algemeen. Je moet op inzetten op 1 groep docenten. En ja, dat klopt, want met de docenten Nederlands ging dat ook als een tierenlier. Dan kan je heel gericht het aanbieden. En dus ik dacht van nee, hoe moet dat dan met zo'n educatieve gids? Die moet je dan eigenlijk gewoon in oplagen van tienduizenden laten drukken. En dan random weggeven bij zoiets als de Nederlandse onderwijsbeurs of zo. Maar ja, die is er volgend jaar niet. Kost veel te veel geld ook. Nee, vanaf gezien. Bovendien is het ook een te diffuus onderwerp eigenlijk. Want zeker als ik me dan beperk tot de Nederlandse... Nou ja, hoe dan ook. Dat gaat niet door. Nee, je wilde nog een stripje maken over een bepaalde historie. Dacht ik, ik ga een strip maken over de Slag om de Schelde. Ja. Want die wordt eind augustus herdacht. En ik heb vorig jaar heel leuk dat gedaan voor de
slag bij Heiligerlee. En voor het museum al daar. En dat was heel geslaagd. Dus ik dacht, nou, dan doe ik dat ook met de Schelde. Maar de Schelde blijkt niet. Die blijkt toch iets groter geweest te zijn, die Scheldeslag. Dat waren 4 verschillende operaties over 5 of 6 weken. En dat ga ik niet in 4 pagina's krijgen. Dus ik dacht van nee, dat heb ik ook nou net gisteren bedacht van ik ga dat niet doen. Dus daar roep je eigenlijk iets. Daar roep je eigenlijk iets uit enthousiasme. Ja. En als je dan echt in gaat verdiepen, dan kom je erachter dat het eigenlijk allemaal zo makkelijk nog niet is. Ja, dus ik had niet moeten roepen. Ja. En dat, ja, dat Sepse heeft het ook al zo eerder gezegd. Van je moet gewoon dingen die nog niet helemaal vaststaan, moet je gewoon nog niet noemen. Want anders dan komt er zo'n beeld van, oh, dat is diegene die altijd met wilde plannen komt, die niet doorgaan. Ja. Ja. Dus dat is mijn dieptepunt nu. De stripmaker des Vaderlands komt met plannen die niet door. Ja. Nou, en er zijn meer mensen die ook deze podcast als dieptepunt aangemerkt hebben. Hoor. Dus wat dat betreft, ja, ben je niet de enige. Nou, mijn moeder niet hoor. Nee, jouw moeder niet. Nee. Oh, die luistert heel goed. Zullen we maar eens gaan bellen? Ja, laten we wel bellen. Ja, moet ik even je moeder bellen? Ja, we gaan mijn moeder bellen. Met Michiel van de Vijver. Dag Michiel, met Robin van het Stripjournaal. Hallo. Liggen de kinderen in bed? Ze liggen in bed, ja. Oké, nou dan kunnen we. Lees je hem even inleiden. Snel, voordat ze wakker worden. Oh. Ja, nou, ik was benieuwd. Dat gaat volgens mij wel goed. Lees je dan je eigen stripverhalen voor aan je kinderen of hoe gaat dat? Nou, mijn oudste is nu 6. En die heb ik, die leest nu wel op het eerste niveau, zeg maar. AVI-niveau, ja. Het eerste AVI-niveau, ja, al onze boekjes van kijk en lees hebben een eigen AVI-niveau. En die lopen iedere keer op. En het allermakkelijkste niveau, dat begint met een paar letters. En ja, die kun je wel al lezen. En in het begin is hij alleen maar bezig met het herhalen van die klanken. En is niet echt bezig met het verhaaltje. Mm-hmm. Maar ja, hij vindt het wel grappig, ja. En het ging er nu om, Michiel, dat hoorde ik van Sepp, dat je gewoon het voor elkaar hebt gekregen om groots bij de Bruna te liggen. Met kijk en lees. Ja, dat hoorde ik ook, ja. Daar was ik verbaasd over. Nee, ik weet van niks. Nou, de navraag gedaan. En het was dus dat het niet zozeer ging om kijk en lees, maar wel van een personage van kijk en lees. Ik heb in eerste instantie een boekje gemaakt voor uitgeverij Zwijsen. Ja. Dat is 10 jaar geleden of zo. En dat liep nog steeds. En nu kreeg ik in het begin van het jaar een mailtje van hen van goh, vind je het leuk als we datzelfde verhaal nog eens opnieuw uitbrengen, maar dan voor een special rond zomerlezen. Met wat spulletjes eromheen, wat puzzeltjes en dingetjes. En blijkbaar hebben ze dat flink ook neergezet bij de Bruna. Met op de cover inderdaad Joep. En dat was gewoon 1 boekje dat ik gemaakt heb voor Zwijzen van Joep. Inmiddels hebben we er 6. En over 1,5 maand hebben we 9 boekjes van Joep. Bij onze serie Kijk en Lees. Dus nu lijkt het alsof het uitgeverij Zwijzen doet aan de promotie van Kijk en Lees. Maar helaas. Maar ja, ik pluk er wel een klein beetje de vruchten van. Hoop ik. Ja, zeker. Je hebt aan hun te danken dat je in de podcast zit, Michiel. Ah, kijk aan. Nou, ik zal wel een mailtje. Ja, maar zoals jij het vertelde, Sepp, klonk het wel wat groter dan het nu is. Omdat ik dat dacht. Ik zag het er in de winkel staan. En ik had al een voorgesprekje gehad met Michiel. Dus ik wist dat dit zou gaan komen. Maar, Lekker ben jij. Ja, ach ja. Weet je, maar ik vind het nog steeds een topprestatie namelijk. Dat zij door middel van een educatieve strip een hele volledige nieuwe doelgroep weer weten aan te spreken. En dat doet hij samen met Gerben Valkam en met zijn vrouw. Wil je nog 1 keer haar naam zeggen, Michiel? Want het is zo moeilijk. Mijn vrouw heet Elodie. Is dat moeilijk? Melodie zonder M. Oh, dat is het. Dat is het bruggetje. Vind ik helemaal niet zo moeilijk. Nee, jij niet, hè? Nou, als je het weet, is niks moeilijk, hè? Nee, maar zij is oorspronkelijk Frans, toch? Ze is half Frans, ja. Half Frans. Franse moeder. Onze vader. Ja. Nou ja, maar het mooie vind ik dus dat jullie met z'n drieën, dus een soort 3 musketiers, hebben jullie deze reeks vervolgens jullie weer, nou ja, ik wil niet toe. Nou, hoe is het eigenlijk gegaan? Want jullie zaten dus eerst bij Zwijzen en nu zijn jullie toch volledig eigenaar van kijk en lees? Zwijzen is nooit eigenaar geweest. Al wilden we wel heel graag naar een educatieve uitgever om dat uit te geven. We hadden een heel plan, we hadden zelfs letterlijk een boek klaar, fysiek. Een dummy van in oplagen van 10 of zo. Maar we samen met een vormgever, Rudy Vrooman, die wij nog steeds heel tof vinden, hebben we in elkaar gedraaid. Hij wilde heel graag meewerken en meedenken. We dachten van, nou ja, goed, als we het plannetje maken wat we heel graag in ons hoofd hebben en willen presenteren aan Zwijzen, dus die educatieve uitgeverij, dan willen we het ook zo doen zoals wij het zelf ook graag zouden willen uitbrengen.
En dat vonden ze erg leuk bij Zwijzer. Ze zijn aan de haal mee gegaan. En uiteindelijk, na heel veel gedoe en mensen die ziek werden en weer terugkwamen. En dat was ook zo. En we gaan het inderdaad meegeven aan onze vertegenwoordiger. En twee jaar later zeiden ze, heel leuk, maar niet helemaal ons ding. Dus hebben twee jaar lang hebben ze het onder de arm genomen en hebben jullie moeten wachten? Het was een week onder de arm en de rest van de tijd in meerdere koelkasten, heb ik het idee. Mm-hmm. Maar zo gaan die dingen. Het was niet helemaal des zwijzens, vonden ze zelf. En dan vonden ze ook van de boekhandel. En een uitgeverij moet gewoon kijken wat past er goed bij mijn merk en wat niet. En blijkbaar was de manier waarop we het gekozen hadden en waarop we het uit wilden brengen, past er niet goed bij hun plannen. En zo ook bij een kinderboekenuitgeverij en ook een stripuitgeverij. Ja, dat is voor de een was het te strippy. Mm-hmm. Voor de ander was het te veel een kinderboek of te veel een educatieve uitgave. Het valt eigenlijk net binnen allerlei of tussen allerlei bekende werelden. En dat vonden wij juist zo leuk. Dat vonden we ook een kracht. Dus ik dacht op een gegeven moment we pakken een rekenmachine erbij. Laten we eens kijken wat het zou doen als we het zelf zouden uitbrengen. Maar het is wel uit nood geboren. Het is, als Zwijzer had gezegd wij doen het, dan had je gezegd graag. In die periode wel, ja. Ja, want we dachten van het is heel veel werk. En dat is ook zo, toch? En het is nog meer werk dan ik had vermoed, ja. Ga je nou zeggen, Sepp, dat het zoveel werk is om uitgever te zijn? Is dat het punt dat je wil maken? Dat zou ik inderdaad maken, ja. Ja, zie je, ik had hem door. Oh. Maar ik geloof je direct. Maar Michiel, hoe gaat het dan nu met kijken en lezen? Want ik zie het op heel veel plekken, ik zie het overal langskomen en er wordt goed promotie voor gemaakt. Maar heb je het idee dat het ook aanslaat bij kinderen, bij ouders in de klas? Ja, oftewel verkoopt het goed? Niet eens per se verkopen, maar ook bereikt het doel wat je wil bereiken. Ja, zeker. Ja, heel fijn. Ja, het gaat heel goed. We richten ons op. We schieten eigenlijk met hagel. En dat werkt best redelijk. En de stripwereld is maar een deel van de markt die we proberen te bereiken. Het is met name inderdaad, wat ik weer zeg, het onderwijs. Je wilt school in hebben en je wilt op een gegeven moment ook weten je wil graag dat mensen weten dat ouders weten dat het bestaat en dat ze het ook kunnen aanschaffen als kinderen bijvoorbeeld wat meer moeite hebben om mee te komen in het met oefenen met lezen. Want strips, iedereen weet het, is natuurlijk heel veel beeld en daarnaast ook dialoog. Maar je hebt heel veel steun aan het beeld als je leest. En als je een beetje lastiger meekomt in de klas met lezen, is die steun heel erg wenselijk. En Gerben en ik zijn in eerste instantie gewoon striptekenaars. Dus wij willen gewoon entertainen. We willen gewoon een leuke strip maken. En in tweede instantie is het op het leesniveau gebracht. Maar we zijn altijd uitgegaan en gaan nog steeds uit van een leuke strip. En dat merken kinderen. En daardoor werkt het denk ik ook best goed in de klas. Dat is een beetje op die manier. Ja, ik zie Margreet driftig knikken bij dit verhaal de hele tijd. Onze stripmaker des Vaderlands hier. Maar heb jij die ervaring ook? Ik vond het vooral mooi, Margreet, toen Michiel zei van het valt eigenlijk overal een beetje tussen. Ja. Het is eigenlijk geen script, het is ook geen leesboek wat kinderen echt kunnen. Het valt er overal tussen. Merk jij dat ook als je met strips bij het onderwijs langs gaat, dat ze ook niet helemaal weten waar ze moeten plaatsen? Nou, met mijn eigen boeken merk ik het ook inderdaad heel erg. Dat, die past natuurlijk niet in een officieel curriculum. De filosofie en religie en wetenschapboeken en zo. Stukjes eruit kunnen dan door leraren wel gebruikt worden. Maar dat hangt heel erg van individuele leraren af. En dat zal met jullie boek dan ook wel zo zijn, Michiel. Goed. Onze boeken zijn ook vooral maatwerk. Niet iedereen kan of wil er iets mee. Maar als het precies past bij een leerling, dan is het meteen ook vaak wel goed raak. Ja. Maar hoe promoot je het? Hoe promoot je de boekjes? Wat doe je eraan? We doen veel. Het wordt met name ook aangeboden via aanbieders die dan weer langs scholen gaan. En die hebben nieuwsbrieven. En we hebben natuurlijk ons eigen kanaal via Facebook. Je hebt niet eens een Facebook, Michiel. De koninklijke wij, als in wij van kijk en lees. Dus mijn vrouw, die heeft die beheert Facebook account. En ik plaats daar ook soms wat spulletjes bij of in. Sepp had heel graag vrienden met je willen worden, dat hoor je wel. dat vind ik heel leuk, maar ik heb geen idee hoe dat moet.
Oh, nou ja, daar kunnen we je wel mee helpen. Oké. Okay. Sepp gaat je bellen voor een cursus, ja, precies. Facebook. Ja. Nee, maar jij nog even één klein vraagje. Je zegt heel erg makkelijk zo van... Ja, dat geven we mee aan onze verspreider of aanbieder. Maar wie is dat dan? Want dat is de crux. Hoe krijg je het bij die scholen? Dat willen we weten. Ja, schoolleveranciers. Ja, wie zei dat? Is dat Van Dijk of zo? Wat zeg je? Van Dijk? Dit is toevallig een naam die ik ken binnen het distributienetwerk. Dat zegt me op mijn beurt weer helemaal niks. Nee, dus er zijn diverse. Er zijn ook webwinkels die helemaal gespecialiseerd zijn in educatieve producten. En dat is gewoon eventjes een half uurtje googlen en je komt wat tegen. En ja, in een boekenwinkel en een stripwinkel ben je een van de vele boeken of stripboeken. Mm-hmm. Maar bij zo'n bedrijf die allerlei educatieve dingen aanbiedt, dan ben je echt een unicum als stripboek. Dus je valt sowieso op. Dus kort gezegd, jij zit er gewoon te googlen en vanuit die Google-contacten stuur je een mailtje? Ja, daar komt het wel een beetje op neer, ja. En we gaan ook vaak naar beurzen toe, want dat is dan heel koud. Dat is koude acquisitie natuurlijk, dat je een mailtje stuurt naar een mailtje nog een keer en dan bellen of zo. En dan moet maar net maar even uitkomen en allemaal lukken. Maar we gaan ook naar beurzen toe, onderwijsbeurzen. En gisteren hebben we nog eentje gedaan. Hoeveel mensen komen daar dan? Ja, dat verschilt. Je hebt de NOT in Utrecht. En daar komen iets van in 5 dagen tijd 35.000 mensen. En zijn dat docenten of wat voor mensen zijn dat? Docenten met name, maar ook directeuren van een school, interne begeleiders, mensen die de bibliotheek beheren in de school. En iedereen die kan dan gewoon gratis naar binnen lopen. Dus ja, je hebt ook gewoon, je hebt ook illustratoren die denken van ik ga eens even langs een uitgeverij en kijken of ze een klus hebben. Ja, dat is, je hebt van alles wat. Dus 1 keer in 2 jaar, dat is een enorme beurs, mm-hmm. Dat is de grootste. Heb je dan heb je geen standje, dan ga je gewoon rondlopen en mensen spreken? In het begin had ik weer geen standje. En we hebben nu sinds 2 jaar hadden we een stand. Die zijn toch waanzinnig duur? Voor de NOT? Ja. En wat is waanzinnig duur? Waar hebben we het dan over? Een paar duizend. Echt waar? Voor 5 dagen. Wel voor 5 dagen, maar inderdaad. Ja. Er zit koffie en thee in. Als je dat betaalt, dan zit er zeker koffie en thee bij. Ja. Ja, dat komt er nog bij. Overal. Ja, dat is extreem duur. En we hadden dat nooit gedaan. Nou, we hebben toevallig dat vind ik ook weer zo raar, maar we hadden een prijs gewonnen. 3 jaar geleden. En daar zat een geldbedrag aan vast. En dachten van, nou, dat geldbedrag gaan we stoppen in de serie. Maar we gaan niet boeken bijdrukken. Of een leuke, weet ik veel, een leuke leeswijzer of een poster. Nee, we gaan iets doen wat we normaal gesproken nooit hadden kunnen doen. Nou ja, dat is dus die beurs geworden. Dat we dachten van, ja, goed, de onderwijsbeurs, de plek in Nederland waar je dan zou willen staan. En dat maakte wel dat je zo'n die 5 dagen een stuk minder boeken hoeft te verkopen om een beetje kiet te draaien. Want er worden daar gewoon fysieke boeken verkocht. Ja. Maar heb je het idee dat die investering zich terug heeft betaald? Redelijk. Ja. Ja, nou sowieso we zijn super klein natuurlijk. We zijn geen echte uitgeverij. Ik bedoel, we zijn gewoon 2 tekenaars en mijn vrouw samen die met z'n drieën gewoon bij elkaar zitten om gewoon plannetjes te bedenken en te kijken hoe kunnen we mensen overtuigen en zo. Het gaat ook met name om samenwerkingen zoeken en daar is wel een goede plek. Ja. Maar je wil ook niet, je wil ook een beetje goed overkomen. Dus als je daar zo'n stand hebt, is dat wel heel fijn als je daar gewoon wat mensen spreekt en ook naar je stand brengt. Dat je denkt van ja, god, dat is wel de manier om in contact te komen met die ene schoolleverancier. Dat je zegt van, dit is het, ken je het al? Nou, loop anders even mee. En dan zeg ik, oh, je hebt een stand. En dit zijn de boekjes dus. En dat is altijd wel, het klinkt een beetje suf, maar het werkt wel goed op die manier. En als we dan nog steeds nee zeggen, denk je van, dan is het ook wel heel duidelijk. Dan hoef ik er geen energie meer in te stoppen, maar... Ja. En komende zomer dus soort van bij de Bruna, denk je dat dat voor de hele reeks nog iets gaat opleveren? Hopelijk. Ik heb geen idee. Ja, zoals gezegd, is er een soort doorverwijzing of zo? Of niet echt? Nou, er staat ook nog een interviewtje met mij ergens in het boekje. En dan mocht ik ook nog een titel aanleveren van zeg maar, dan kunnen we je verwijzen voor andere boekjes. En één daarvan heb ik gemaakt met Robbie van der Meulen. Dat is een strip van Dolfje Weerwolfje.
Nog die Weerwolf is van Paul van Loon. Die kennen de kinderen wel. En het boekje is van Leopold en uitgeverij Zwijsen. En dat is een heel klein boekje. En ik mocht ook nog een ander boekje doen. Dat was dan Bruno de Bever. Die heb ik samen met Maarten Gerritsen, een andere studiogenoot, gemaakt. Dat is een eigen uitgever van Kijk en Lees. En dat is eigenlijk fysiek een grote boekje. Maar dan heb ik de vormgeving heeft net het omgedraaid. Dus een eigen boek staat lekker groot. En ons boekje staat wat kleiner. Maar we staan er wel in. En ik doe een beetje flauw. Maar het is fijn om erin te staan. En wie weet doet het nog wat. En even voor de luisteraar. De verbindende factor deels van jullie drie is. Van Gerben Valkema, van jou. Maar ook van Maarten Gerritsen die je dus nu noemt. Dat jullie alle drie Jan Jans en de Kinderen hebben getekend, toch? Oh, nu het zegt. Ja, ach ja. Ja. Ik heb het niet gelegd zo. Nou ja, goed. Ik ken ze al jaren en jaren en jaren. En Jans en de Kinderen is iets wat we... ook gedaan hebben, maar voor mij is het ook alweer 10 jaar geleden. Je hebt de laatste 10 jaar geen Jan Jans en de Kinderen meer uit je pen laten vloeien? Ik heb nog wel een tijdje werk van Maarten Gerritsen geïnkt, Jan Jans en de Kinderen. Maar dat is ook volgens mij een paar maanden geweest nadat het studio was opgedoekt in die vorm toen. Maar het zou zomaar 10 jaar kunnen zijn, ja. Je hebt het wel goed zitten voorbereiden, Seb. Iemand moet het doen. Ja, tuurlijk. Ja, nee, heel goed. Dankjewel, Michiel. Ik wens je een heel... Ben je er nog? Hallo? Ja, Michiel, natuurlijk is Michiel nog. Michiel denkt ook van, waarom kap je me af? Ik ben net begonnen. Ja, voordat Sepp zijn hele Google-geschiedenis gaat oplepelen hier. Precies. Michiel, wil je nog iets kwijt? Je krijgt nog van mij krijg je nog 5 seconden hoezo om iets jou? Te zeggen. Bepaal jij dat nu ineens? Ja. Oh, ik kan hier, normaal gesproken kan ik zijn microfoon dichtzetten, maar dat gaat nu niet, omdat ik in een andere studio sta. Dankjewel, Michiel. Graag gedaan. Ja, jullie zullen even weg, maar ik ben er weer. Oh, over na. Nou ja, dat komt helemaal goed. Dank voor je bijdrage. Ik wens je fijne zomer en fijn dat je bij de Bruna ligt. En we spreken elkaar snel weer. Ja, nou, graag gedaan. Zullen we het allemaal weer over de stripmaker des Vaderlands gaan hebben? Lijkt me heel we moeten het over jouw prachtige outfit hebben, ja! Margreet. Want je hebt je gewoon omgekleed voordat je hier in de studio ging zitten. Omdat er een soort stripmaker des Vaderlands uniform is. Dat helpt mij om in functie te zijn en uit functie. En dat is een van 3 jurkjes die ik heb gekocht bij de stripmaker en ontwerper Martin Draaks. Bij zijn label Comic Sexy Fashion. En dat is gewoon helemaal op mijn maten gemaakt. Het heet niet voor niets een comic sexy dress. Het is het design lijkt een beetje op de jaren 60 science fiction en stripachtige dingetjes. Betty Boop een beetje. Dankjewel. Ja, het is... En het werkt ook als een tierenlier. En als ik hem aan heb, dan voel ik me meteen... het zit als gegoten. Je was ook heel snel opgekleed. Ik vond het echt verbazingwekkend. Ik vond je een soort superwoman. Er zitten geen rits of wat dan ook in. Het zit gewoon meteen goed. Dus ik had er... Dit heeft me €225 gekost. Een jurkje gewoon op maat gemaakt. De kleuren kan uitkiezen voor het design. Dat vind ik niks voor een tailor-made dress. Ben ik helemaal met je eens. Ik bedoel... Ze draaide 3 keer in het rond en die was omgekleed. Ik weet niet of je dat zag. Was gewoon zo woef, klaar. Mijn jurken zijn een stuk duurder. Die van zaterdagavond bedoel je. Ja. Margreet, we hebben het net gehad over jou als schipmaker des Vaderlands. En wat je allemaal hebt gedaan. En hoogtepunten, dieptepunten. Ik vroeg me ook af, hoe kijk je nu naar de stripwereld? Want er wordt wel eens, of de stripwereld, de strip eigenlijk meer in het algemeen. Want er wordt juist in dat wereldje wordt er wel eens gemopperd. En allemaal moeilijk en slecht. En moeilijk geld verdienen. En niet verkocht. En mensen hebben geen aandacht. En terwijl er ook heel veel mooie dingen gebeuren. Hoe zie jij de toekomst van de strip? Ik zie ten eerste toch een soort van tweedeling in de stripwereld onder stripmakers van de oude generatie en de nieuwe generatie, waar ik dan zelf denk ik een beetje tussenin zit. De oude generatie die zich nog kan herinneren van dat je een huis kon kopen van een succesvolle serie. En de nieuwe generatie die nu van artist comic design komt, die allemaal hun weg vinden in... webcomics en Patreon en webtoons, zoals Coco Ouwerkerk met Exception, die 100.000 viewers heeft en zo. Bij die jonge generatie zit heel veel enthousiasme, heel veel talent en heel veel energie om nieuwe wegen te bewandelen. En dat staat soms een beetje in schril contrast met hoe de stripwereld nog is ingedeeld en volgens de oude
ja, de oude generatie en hoe de oude generatie vaak ook wel denkt van ja, nou ja, het was vroeger veel beter en het wordt nooit meer goed. En de prijzen worden steeds minder, kranten drukken je niet meer af en wie gaat daar wat aan doen? Ja. Ja, nou, ik dus niet, maar... Ik word dus wel een beetje soms moe van al die mensen die dat lopen te zeggen de hele tijd. Ja, nou ja, ik snap het wel. Dat is natuurlijk ook heel sneu. Maar ja, ik ben daardoor niet negatief over de Nederlandse strip. Ik ben juist heel positief over de Nederlandse strip. Als je ziet wat voor mooie dingen er gemaakt worden. Ja. De afgelopen 15 jaar alleen al de house aan prachtige graphic novels. En... ja, nou ja, goed. Ik zie toch ook veel meer vrouwen in de strip. Niet dat dat per se dan beter of slechter maakt. Maar ik vind het wel leuker. Het wordt diverser. De stripmaker is niet meer een autistische jongen op de zolderkamer van zijn moeder die een strip maakt. Het is nu veel meer divers. Dus, maar heb je het gevoel dat die jonge generatie zich voldoende kan ontwikkelen? En of worden ze geremd door een houding in de stripwereld die eigenlijk nog wat ouderwets is? Of fietsen ze daar gewoon dwars doorheen en gaan ze gewoon hun eigen weg? Ik denk dat vooral wordt geremd doordat het internet nog niet uitgekristalliseerd is. Tenminste, wat het internet kan betekenen voor een stripmaker die zelf zijn weg moet vinden. Veel meer dan door, ja, kijk, de Nederlandse stripwereld is gewoon een gezellige club mensen die eigenlijk hartstikke lief zijn tegen elkaar en die elkaar het licht in de ogen wel gunnen. Dus daar heeft niemand last van. Het is eigenlijk, ik vind dat een ontzettend leuke club mensen hoor. Ook de oude mopperaars. Dat vind ik allemaal schatjes. Maar ja, ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Want als het gaat om geld verdienen, dat is nu echt wel even struggelen natuurlijk voor mensen. Want daar heb je het dan om. Als je zegt internet is ook niet uitgekristalliseerd, dan gaat het om hoe je geld kan verdienen met strips online. Ja, ja. Ik ben zelf heel geïnteresseerd in dingen als Kickstarter en Patreon. En er zijn ook... Het zijn een beetje van die crowdfunding-achtige platformen, hè? Ja, ja, Kickstarter is voor als je een project hebt wat je graag wil gecrowdfund zien. En Patreon is voor als je op structureel wil gesteund worden door mensen. Dan, die kunnen dan per maand een bedrag toezeggen. En ik doe dat bij, ik geloof, 10 verschillende artists. Waaronder een stuk of 3 Nederlanders. En dan gaat het om $1 of $2 per maand. Dus dat is niks. Maar daarmee bouwen ze wel een bepaald soort publiek op wat betrokken is bij de stripmaker. Heb je ook een donatie gedaan aan Matt? Matt? Ja, Matt. Die gaat magazine? Toch alleen maar. Ja, precies. Die gaat er nu toch oude content. Die gaat toch oude content recyclen. En geen nieuwe content meer maken voor. Of geen nieuwe strips meer maken voor de Matt. Ik zag inderdaad, inderdaad iets voorbij komen dat Matt dood was. En... Ja, nou, hij is dus niet helemaal dood. Dan? Maar ze kunnen dus. Ja, nou ja, er is nu. Ik weet niet wie dat is. Die is opgestaan. Maar iemand heeft een actie bedacht. Waarbij je dus nu inderdaad geld kan doneren. Om te zorgen dat er dus nieuwe strips blijven worden gemaakt. Voor de Met. Oh, cool. Ja, ja, dat wil ik wel steunen. Ja, volgens mij zitten ze nu op €556. dat is toch niet heel veel. Als je bedenkt dat het een Amerikaans blad is, dan mogen de Amerikanen, die miljoenen Amerikanen, nog wel even de beurs trekken. Ja, precies. Oh, jij wil hiermee aangeven dat dit niet werkt of zo? Nou ja, ik vond het gewoon heel opmerkelijk dat inderdaad zo'n blad als Mad, die echt afstapt van hun een printkoe, als het ware. Daar geloven ze dus niet meer in. Ze gaan nu zeggen, we gaan het werkelijk dus uitmelken. We gaan gewoon niet meer investeren in onze printmedium. Dat vind ik nogal niet een statement. Met inderdaad een blad als Mad, die een mega historie heeft. Zelfs ook in Nederland. En als je dan kijkt naar zo'n crowdfundingactie, want volgens mij was het een vorm van een crowdfundingsactie. En als je dan ziet dat er nog geen €1000 volgens mij op dit moment binnen is gekomen. Nou ja, misschien is dat wat Margreet zegt, van het is niet uitgekristalliseerd. Nee, nou ja, wat laat ik zeggen, wat ik dan denk is dat, want Matt heeft 75 jaar bestaan of zoiets. Ja, heel lang. Ja. Dan denk ik dus. Dit is een beetje uit de losse pols hoor, want ik heb niet onderzocht. Maar dan zou het me niks verbazen als dat Matt ook in Amerika een beetje bij de oudere generatie hoort. Mm-hmm. Die niet gewend is om op dit soort manieren voor dingen te betalen. En dat even de lijn trekken naar Nederland. Jij noemde Coco Ouwekerk, die heel erg in die nieuwe generatie zit. Dat die daar misschien wel, we gaan haar een keer uitnodigen trouwens in de volgende reeks podcast. Want ik ben heel benieuwd naar haar verhaal. Ja, ja. Dit had ik al het echt goed aan. En dat ik denk dat zij in die nieuwe doelgroep daar best wel wat los weet te krijgen. Ik had het me zo voorstellen. Ja. Maar je hebt ook zoiets als Dylan Hagens. Kennen jullie die? Ja. Van naam. Ja, dus de YouTuber met meer dan 1 miljoen volgers. Die heeft een eigen magazine geïnitieerd. Met Hearst uitgeverij. 6 nummers hebben ze gemaakt. En daar hebben ze nu de steker uitgetrokken. Oh.
Waarom? Nou, ga onvoldoende geld. Ah. Dus onvoldoende verkopen. Ah. Ik geef het alleen maar als een klein voorbeeldje aan van dat zelfs iemand die dus een miljoen volgers heeft op YouTube, is dat het ook het publiek dat dan daadwerkelijk naar de winkels holt om een magazine te kopen. Nou, in dit geval dus niet. Nee. Ik weet dus niet overigens waar ze hun break-even point hebben neergelegd. Nee, het is natuurlijk wel de vraag op het moment dat er zoveel gratis content online staat, en daar vallen strips ook onder. Hè, ik zie ook heel veel striptekenaars dingen op Instagram zetten, op Facebook, dat is allemaal gewoon gratis beschikbaar. Zijn mensen dan nog bereid om ervoor te betalen op enig moment? Dat is natuurlijk precies de vraag. Ja, nee, dat misschien niet direct. Want ik weet dat ook, volgens mij zijn heel veel volgers van de strip Exception van Coco Ouwekerk. Dat zijn natuurlijk tieners. Het is een hele leuke tienerstrip. Ja, die hebben gewoon dat geld niet. Of als ze dat al hebben, hebben ze misschien niet een creditcard. Want je hebt toch een creditcard nodig om dan patron te worden. Maar ja, je bouwt iets op daarmee. Ik bedoel, het wordt niet overnight dat je daar heel veel geld in. Maar ik denk dat het nieuwe model van stripmaker is dat je een soort van, je moet veel meer je manager zijn van je eigen strip en een band aangaan met de lezers. En als je die iets exclusiefs kan geven, zeg van nou, als je mij $1 of $2 per maand geeft, dan krijg jij schetsen te zien van mijn werk en zo. En dan heb je het gevoel als patron dat je bij een exclusief clubje hoort. Ja, dat is niet iets van dan ben je morgen rijk. Maar je moet dat. Het is echt van de lange adem, van de lange termijn. Dus dat is echt investeren. Maar ik denk dat niet voor iedereen misschien, maar dat we daar ook wel heen gaan. Ik denk dat dit over 10 jaar groter is dan het nu is, patron. Ja, het lastige is natuurlijk wel dat op het moment dat je het zo langzaam moet opbouwen, dan kun je niet je focus vol op dat tekenen leggen, want dan moet er ondertussen geld binnenkomen. Dus dan ben je ondertussen aan het werk ergens. Ja, maar je moet inderdaad Coco maar vragen, want die heeft een soort deal met Webtoons waar haar strip op staat, waardoor ze er inderdaad toch wel een aardige boterham aan overhoudt. Ja. Dus dit zie jij wel als de toekomst voor de strip. Dat je dus op die manier veel meer online een dingen toekomst kwijt kan. Ik adviseer zelf nog steeds aan jonge stripmakers. Bekwaam je in het cartoon tekenen. In het live cartoon tekenen bij vergaderingen en zo. Want daar zit geld bij bedrijven. En dan kan je €100 per uur vragen. En dan kan je gewoon een paar dagen per maand werken. En dan voor je geld. En dan de rest van de maand gewoon de strips maken die je wil maken. En dat doen een aardig aantal tekenaars doen het. Hè? Jeroen Steehouwer, die ook heel veel strips heeft gemaakt in het verleden. Die is nu zich volledig aan het toeleggen op wat jij nu zegt. Draw It Up heet het volgens mij. Is dat ook nu weer heel erg in. Want ik ben zelf in 2007 of zo ermee begonnen. Vlak voor de crisis. En in de crisis merkte je van, ja, dan wordt als eerste wordt natuurlijk de leukigheid eruit gekikt. Dus toen was er helemaal geen werk meer in die branche. Maar volgens mij sinds 5 is dat enorm aangetrokken weer. En iedereen is zwaar doordrongen van het feit dat beeld zo leuk is erbij. En dat je dan anders gaat nadenken over de abstracte materie. Dus doe dat. Bekwaam je daarin. Zorg dat je geen spelfouten maakt bij de captions. Dat soort dingen. Ik denk dat je daar wel een goed punt hebt. Ik vind dit een hele mooie mooie eye-opener, denk ik, voor heel veel beginnende tekenaars. Floris Oudshoorn, die maakt illustraties bij een heel groot logistiek transporteurbedrijf. Een van de allergrootste liquid organisaties van de wereld. Ja, hij en Peter Koch zitten bij. En Mara Leibloem zitten bij stripstudio.nl. Maar volgens mij zitten ze ook nog wel via Comic House, geloof ik. Comic House heeft natuurlijk ook een enorme pool van dat soort live cartoonisten. Mike Hartjes doet het heel veel. Ja, het is. Ik heb het ook dus jaar gedaan en dat was echt. Ik heb in mijn topjaar daarmee had ik. Ik had €35.000 in 1 jaar verdiend. Nou, dat is voor mij een doen heel veel hoor. Nu is het tegenwoordig is het 15.000. Maar toen ik cartoon tekende was het 35.000. Dus reken maar uit. Dat was even. En dat was nog niet eens fulltime. Dat was echt gewoon met een paar grote klussen van de Rabobank. Waar ik dan 3 dagen lang bij rondliep. Fulltime in een hotel met eten en alles erbij. Dus dat is, het is ook nog hartstikke leuk om te doen. Maar een goede striptekenaar is dus tegenwoordig dus ook gewoon een goede ondernemer. Het is niet, zijn natuurlijk niet meer de studio's van vroeger. En daar hebben we het al vaker over gehad hier. Maar dit onderstreept dat alleen nog maar extra. Ja, maar dus je moet meer kunnen dan alleen maar striptekenen. Is dat wat jij zegt, Robin?
Ja, je moet denk ik wel die kwaliteit. Ja, je moet wel durven om inderdaad dat soort stappen te zetten. Het is natuurlijk wel lastig. Niet iedereen heeft dat in zich om een goed ondernemer te zijn. Een goede tekenaar hoeft niet een goede ondernemer te zijn. En andersom, misschien iemand die zichzelf heel goed weet te verkopen, die eigenlijk maar middelmatige dingen maakt. Ja. En een striptekenen is natuurlijk van oudsher bij uitstek een voorbeeld van een branche waarin de maker heel vaak niet ook een verkoper is. Nou ja, dat kan ik me best voorstellen dat er best wel mensen zijn die dat moeilijk vinden. Ja, ja, dat we zijn toch kunstenaars. En ja. Ja, dus ben je meer bezig met de binnenwereld en liever niet met de buitenwereld. Dus ik zie wel dat lastig is. Nou ja, daar ligt dan denk ik een taak bij artes, bij de opleidingen en zo. Of bij gewoon bij individuele personen die zeggen van je moet het zo doen. Ja, ja. Ja. Op wie heb jij je hoop voor de toekomst gevestigd? Op Jezus. Of klinkt het heel erg apocalyptisch dit? De stripwereld, wie gaat de strip redden? Nou ja, Sepp van der Kade natuurlijk. Ja, die gaat Zanema opkopen. En dan wordt dat is het grote wel plan. Betaald. Dat had je niet mogen verklappen. Nee, maar wat wel aardig is, denk ik. En misschien bedoel je daar wel een beetje op. Wie moet de volgende stripmeester vaderlands worden? Of is dat een hele moeilijke vraag? Ik ga daar niet over, maar ik heb wel iemand in mijn hoofd en ik heb dat ook al geadviseerd aan de stichting. Maar wil je dat delen? Nou, nee. Ene Sepp van der Kade heeft ooit gezegd, je moet dingen die je nog niet 100% zeker weet. Ja. Nee, maar je mag het wel beïnvloeden. Dit is een moet je niet van, in de openbaarheid uitspreken. Ik weet helemaal niet of die persoon het ook wel wil. Dus het moet. Nee, daar moeten we dan even over zwijgen. Ja. Ja, maar we gunnen het hem wel, hè? Hem of haar. Of haar. Of, ja, kijk. Ja, ja, ja. Ja, je was goed aan het vissen, Sepp. Maar ja, als het een hem is, dan kan het dan toch zo een blik het wel op kunnen trekken. En ook steeds meer vrouwen, gelukkig. Maar je kan het iedereen wel adviseren om stripmakers het vaderlands te worden. Je hebt er geen. Je hebt anderhalf jaar. Je moet nog anderhalf jaar, maar je hebt er geen spijt van. Nee. Nee, maar ik was er ook echt aan toe. Want ik heb toen begin 2017, mijn man is mijn getuige. Toen zei ik nog, want ik maak aan het begin van elk jaar, 1 januari, dan doe ik een soort nieuwjaarswens voor mezelf. En ik wens mezelf dit jaar geluk, liefde, balans. En ik had zoiets van, ik wil iets nieuws. Ik wil iets wat met strip te maken heeft, maar iets waarbij ik wat meer outgoing ben. Waarmee ik ik wil op een podium staan. Ik heb zelfs nog een stand-up gedaan dat jaar ook. Denkend van, dan doe ik het op die manier. En toen, 2 maanden later, werd ik gevraagd door Conk Juvenaar van, wil jij genomineerd worden voor Stripmaker des Vaderlands? Toen dacht ik, wacht eens even, dit is volgens mij precies wat ik heb gewenst. En dat is het tot nu toe inderdaad nog, is dat het ook. Ja, want ik was even helemaal klaar met boeken maken. Nou ja, je hebt ook mij ook wel eens verklapt dat je in de basis ben jij relatief introvert. Tenminste, dat zeg je over jezelf. Ja, ik ben maar iemand. Bij jou niet? Nee, maar introvert in de zin van. Ik laat thuis op. Ik krijg mijn energie van gewoon thuis lekker tuddelen, mijn eigen projectjes doen. En in grote groepen mensen, dan kan ik echt wel even knallen. Ja. Maar dan moet ik daarna weer naar huis en even uitrusten. Ja, dus een extrovert die moet juist onder de mensen zijn om daar energie te halen. Dat ben jij, denk ik. Ik ga nu even analyseren wat je nu zegt. Ik ga even terugluisteren. Nee, Sepp geeft daar zijn antwoord op. Dat denk ik wel, ja. Ik ben al ongelooflijk introvert. Een introvert die je de oren van je kop laat. Dat hoor je nooit. Ja. Dus. Waarvan akte? We noteren hem bij deze. Ja, dan hebben we ook nog iets weg te geven in deze podcast. Het mooie boek 100 pagina's dik. Wat Dick Matenaar vorige week vorige keer gesigneerd heeft. Nou ben ik dus alleen vergeten. Normaal ben ik dan altijd mooie briefjes uitgeprint. En dan mag je grabbelen. Ben ik dus vergeten. Dus, hoe ga ik dat eens oplossen? Ik zat net een heel creatieve oplossing te bedenken. Ik ga even iedereen erbij pakken. Jullie zitten me ook echt aan te kijken van, wat een prutser ben je. Ja, ik weet het. En we zeggen bewust niks. Nee, dat is die ijzige stilte zegt al genoeg. Als je Oké, getal onder de 10, Margreet. Moet ik het hardop zeggen? Ja. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peter van Malen is dan de winnaar van. Joho. Hij staat gewoon 7 in mijn lijst. Die gemeld heeft. Dus Peter van Malen is de winnaar van het boek
100 pagina's dik. Gefeliciteerd, Peter. We hebben er nog één weg te geven, want jij hebt hier ook iets meegenomen, Margreet. Een mooie Liefde in beeld. Gaat signeren. Nou zat ik alleen te denken, zullen we die weggeven in de volgende podcast dan na de zomer? Dan zijn we anderhalve maand verder. Ja, ja. Kan. Laten we gewoon even liggen. Ja. Oké. Okay. Mag ik een codewoord zeggen? Ja, zit broeden. Ja, ik ben nog dagenlang bezig. Kom maar op. Wat dacht ik al. Het codewoord is Frankfurter. Frankfurter. Waarom? Drie redenen. Je hebt de P. Hans Frankfurter prijs. Dus dat heeft iets met schrift te maken. Ja. We hebben net zaterdag de film Sausage Party gezien. Die was heel erg leuk. Hm? En hier voor mij ligt mijn boek met die workshop die ik in Frankfurt heb gegeven. Dus... Wauw, wat een gelaagd codewoord. Ja. Ja. En in oktober is weer de Frankfurter Boelmesse. Nou, ja. Kijk eens. Vier redenen voor het codewoord Frankfurter. Ja, Frankfurter. Frankfurter. Stripjournaal.com/actie. Codewoord Frankfurter. Voor het boek Liefde in beeld. Gesigneerd door Margreet de Heer. Met heel veel pikante plaatjes. Je hebt niks dichtgeplakt. Dit is de ongecensureerde versie. Ja. Jij doet dat wel. De Engelse uitgave. Ook niet ingezield. De Amerikaanse uitgave is gecensureerd. Of tenminste, voor de balkjes. Zijn dat piemels en borsten weggehaald. Ach jeetje, ja zeg. Oh ja? Dit is de ongecensureerde versie. Dat is duidelijk. Ja. Spannend boek. Zijn er zwarte balkjes over gemaakt dan? Of, Ik heb ergens ondergoed overheen getekend. En mijn ander heb ik gewoon een soort doorkijkje gemaakt. Oh, dat is heel typisch leuk. Amerikanen. Nou, leuk. Ja, gelukkig dat wij zo liberaal zijn in Nederland. Stripjournaal.com/actiecodewoord Frankfurter. Ja, we zijn bijna aan het eind van deze podcast. De laatste dus van dit seizoen. Toch een beetje een precair moment, Sepp. Want jij bent er sinds januari bij als sidekick. En toen hebben we gezegd... Je gaat me er nu uitschoppen. Nou, we hebben toen gezegd, we gaan het uitproberen tot aan de zomer. Oh god. Dat is nu. Ja. Dus we gaan even evalueren nu. Mm-hmm. Wat vind je er zelf van? Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. Margreet, jij bent toch wel een trouwe luisteraar van deze podcast ook, geloof ik, hè? Ja, ik vind... Je wist van het codewoord in ieder geval. Ik luister graag. En ik vind het ook erg leuk, inderdaad. Jullie zijn zo'n Jut en Jul van de strippodcast. Oh, nou, dankjewel. Ja. Wie is Jut en wie is Jul? Ja. Dus moet ik zeggen of die mag blijven? Nee, dat durf ik niet aan jou. Nou, mag best, maar dat durf ik niet aan jou te vragen. Maar nu moet je wel antwoord geven ook. Mag ik nog even blijven dan? Mag zij blijven van jou? Ja, van mij mag ze blijven. Van mij ook wel, Sepp. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind dat het de podcast toch wel naar een hoger plan heeft getild. Ondanks dat het niveau niet altijd even hoog is. omdat we hier gewoon lekker staan te schijnen. Weet je wat het is, Sepp? Dat is het mooie. Ook niet alleen bij de podcast, maar in het algemeen. Jij bent degene die durft te vragen naar de cijfers en naar het geld. En dat is niet alleen een Holland taboe ding. Maar ook in de stripwereld is dat iets van ja, maar dat doe je eigenlijk niet. Of commercieel denken is een soort van... tegenovergestelde van kunstzinnig bezig zijn. Nou, dat is niet zo. We hebben dit heel erg nodig, deze commerciële achtige instelling. En toch krijg je het voor elkaar om niet een koude, kille zakenman te zijn. Dus dat, dat vind ik een goede aanvulling op de podcast en op de stripwereld in het algemeen. Dankjewel. Ik heb hem nog nooit zo ongemakkelijk gezien. Nee, ik wil alleen maar zeggen dat ik baal dat ik Michiel van der Vijven niet heb gevraagd hoeveel boekjes hij nou verkocht. Ja, kijk en lees. En ik denk, dat was mijn brandende vraag. Nou, vroeg ik hem naar van hoeveel en wat kostte het? Maar hij heeft niet gezegd hoeveel hij er verkocht. Nee. Ja, dan moeten we hem toch weer een keer terugbellen. Nou, kunnen we niet nog één keer bellen? Nee. Ik denk dat hij nu zelf ook in bed ligt ondertussen. Waarschijnlijk, ja. Goed. Dankjewel, Sepp. Je mag blijven, want ik vind het vooralsnog hartstikke leuk. Ja. Ja, nee, niet vooralsnog. We gaan het gewoon verder samen doen. Want ik vind het erg fijn dat jij hierbij gekomen bent. Volgens mij maakt het de podcast alleen maar leuker. Ik vind het gewoon een stuk gezelliger dan dat ik in mijn eentje in een hokje mensen zit te bellen. Want dat was ook het voorheen deed. Dus wat dat betreft moeten we het zo houden. Luisteraars waarderen het ook. Het blijkt wel bijvoorbeeld uit een reactie die we op iTunes hebben gekregen van iemand die zich 3FM Rouleert noemt. Die is denk ik een 3FM-fan. Met als kop aangewakkerde interesse. Hij zegt, het grootste compliment dat je kan krijgen als podcastmaker is dat mensen door jouw enthousiaste verhaal nog meer over een onderwerp zijn gaan uitzoeken. Dat is ook het geval bij de Stripjournaal podcast. Er gaat geen aflevering voorbij waarna ik niet online aan het zoeken sla naar nog meer informatie over albums of tekenaars. De geestdrift is hoorbaar en aanstekelijk. Ja, ik word dus heel warm van dit soort reacties. Dit is toch fantastisch? Ja, nou helemaal terecht hoor. Ja. En wat ik vooral heel leuk vind is omdat dat precies is wat ik wil doen met podcast en de hele website stripjournaal.com en jij
aanleiding gekomen met de stripglossies heb, is mensen die liefde voor strips laten voelen en te zorgen dat ze gaan ontdekken en dat ze nieuwe dingen gaan uitproberen. En nou, dat, als dat werkt, top. Ralf van der Hoeven, die is ook een trouwe luisteraar. Die deelt het vaak op Facebook de laatste tijd. Hoi, hoi, je nieuwe stripjournaal, had hij laatst gezegd. Nou, top. Marvin Lancel deelt hem ook regelmatig op Facebook. Dankjewel, jongens. Blijf dat doen als je dat nog niet gedaan hebt. Ik vind het heel leuk om dat soort reacties te krijgen. Als je met veel plezier naar deze podcast luistert, laat dan ook even zo'n mooie review achter op iTunes, zoals 3FM Rouleert dus had gedaan. Geef ook meteen even 5 sterren, want er is een of andere prutser die 1 ster heeft gegeven. Zonder reden, weet je, als je dan 1 ster geeft, prima. Als je het helemaal ruk vindt, prima. Geef 1 ster, maar onderbouw het wel. Zeg dan daarbij waarom. Maar hier word ik een beetje boos van, dat iemand gewoon 1 ster geeft. Ja, ik zie het aan. En dus het gemiddelde omlaag haalt, zonder dat ik weet waarom. Misschien dacht die persoon dat het zo van met Michelin sterren of nee, of hoe heet het, dat andersom was. Dat dan 1 ster is het best en nummer 1. Dan vind ik hem nog een grotere prutser dan die al is, als hij dat soort dingen gaat denken. Dus jongens, als jullie met veel plezier luisteren, help je rating even omhoog. Geef gewoon lekker 5 sterren in iTunes. Ja, ik denk dat we er dan wel zijn. Mm-hmm. Seb, had jij nog iets te melden verder? Nee, ik heb niks meer te melden. Nee? Nee. Ik ben ook heel blij met jou. Ja, okay. Ja. Laten we elkaar de liefde verklaren hier. Margreet. Heel fijn. Liefde in beeld. Ja. Dankjewel dat je er was, Margreet. Ik vond het heel leuk. Ik wens je heel veel succes nog voor de komende 1,5 jaar. Dankjewel. Dankjewel dat ik erbij mocht zijn. Ik vind het altijd heel gezellig. Nou, bedankt Jiri dat je erbij was. Ja, dankjewel. Dat was hartstikke leuk, joh. Dank. Ja, voorlopig dus even de laatste Stripjournaal podcast. Eind augustus, begin september. Dan zijn we er weer. Je kan Stripjournaal ondertussen volgen op Facebook en Instagram. Of je kan mij volgen op Twitter. @RobinFink. Fink met CK. info@stripjournaal.com. Kun je ook je reacties aan me kwijt. Vind ik heel leuk. Bijvoorbeeld, wie moeten we in een nieuwe seizoen te gast hebben? Of waar moeten we het over gaan hebben? Benieuwd wat je daarvan denkt. Ik zou zeggen, fijne vakantie allemaal. Ik ga lekker strips lezen aan het zwembad. En ik zeg, tot na de zomer. Yo. Mag het? Prachtig. Ja, vond je het ongemakkelijk, Seb, net? Helemaal niet. Okay. Nee, het was wel even een spannend momentje toen Margreet haar mond hield. Ik denk, ze gaat zeggen van, nou, ik vind eigenlijk wel genoeg. Het zweet in de bilnaad.